Ik ben als tiener natuurlijk lange tijd gewoon depressief en angstig geweest. En mm. ik deed daar echt weinig aan, want ik wist niet hoe. Ja. En dan blijf ik toch de hele tijd door me aangeven van het gaat niet goed. En, en de, hoe moeilijk is het om iets ergens aan te doen? Ja, dat is ook heel Aardigine. lastig. Het gaat niet goed en uh, ik weet het allemaal niet meer. Mm. En ik denk dat op een gegeven moment mensen denken van ja, het zal wel. Het uh, kan er nog gezegd worden, want uh, ja. je gaat er toch niks aan doen. Hallo mensen, welkom bij de eerste aflevering van de gek van mezelf-podcast. Een soort van introductieaflevering. Want we willen natuurlijk wel, als je dit gaat luisteren, een beetje weten wie we zijn, wat we doen en waarom we het doen. Uh, we gaan ook in gesprek met een gast, maar we gaan het af en toe ook gewoon met z'n tweetjes doen. Ja. Dus uh, dan leren jullie ons deze eerste aflevering een beetje kennen, ja. waar we vandaan komen, waarom we dit graag willen maken. Ja. En uh, hoe, uh, hoe de podcast eigenlijk gaat verlopen? Allereerst zal ik even zeggen voor de mensen die dit luisteren via Spotify of uh, Apple Music. Het zou leuk zijn als je deze aflevering hebt geluisterd en denkt van... nou, oh, ik vind het wel leuk om een review te geven. Dat helpt ons om beter gevonden te worden. En misschien is het handig om ons onszelf eigenlijk ja, eens voor te voorstellen. zeker. Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die dit luisteren die ons misschien helemaal niet kennen. Uh, ik ben Alwin. Ik ben uh, filmmaker. Uh, ik, ben, nou, ik vind het altijd een beetje lastig, maar ik vind, ben ook kunstenaar, kan, je mezelf, kan ik mezelf noemen. En... Ik heb een boek geschreven over angst. Uh, daarnaast heb ik dus een YouTube-kanaal waar ik veel met eten doe. Uh, maar ook over mentale gezondheid. Uh, in 2018 zette ik een uh, documentaire online die ik met mijn toenmalige vriendin heb gemaakt over mijn angsten. En eigenlijk tijdens het schrijven van het boek dacht ik, ik moet nog steeds een mentale gezondheid podcast gaan maken. Want ik vind dat gewoon belangrijk om dat onder de aandacht te brengen. Uh, waarom wil jij dit doen? Uh, nou ja, ik heb gemerkt in mijn leven dat uh, ik zou me eerst even voorstellen eigenlijk. Ik ja, ben, uh, wie ben jij? Guy en ik uh, ben, ja, ik denk dat ik mezelf grafisch vormgever kan noemen, ook al heb ik geen opleiding gedaan. Maar... En waarom heb ik geen opleiding gedaan? Omdat ik eigenlijk mijn hele jeugd- en um, uh, jongvolwassen leven gestruggeld heb met mentale problemen. Dus het is me allemaal niet zo uh, van een leien dakje gegaan, als je het zo kan nou, zeggen. Welke mentale problemen? Depressie en angst voornamelijk. En uh, ik ben erachter gekomen dat ik autistisch ben. Uh, dat is eigenlijk pas uh, nou ja, sinds negen jaar. Ja. Denk je dat is nog best lang, maar dat is, uh, heeft aardig lang geduurd, voor mijn gevoel. Ja, want als je er kijkt dan denk je misschien jong wijfie, maar ze is natuurlijk al 29 en wordt zelf. <laughs> ik ben al, al, 30. Een oude tang. Ik word, word al een oude tang. <laughs> ik voel me nog echt uh, 18, moet ik zeggen. Ja, maar... dat is raar, maar daar moeten we ook een keer over hebben. Denk ja, ik. Dat precies. Is ook zo, ja, Maar goed, ik heb in mijn leven gemerkt dat uh, openheid geven eigenlijk de eerste stap is naar het verbeteren van uh, je mentale gezondheid. Vandaar dat ik het eigenlijk heel mooi vind om uh, daarover een uh, podcast te maken en met verschillende mensen in gesprek gaan en die eigenlijk al heel open zijn over hun problemen, ja. uh, omdat je dan toch een beetje ja taboe kan doorbreken. Ja, ik vind moet wel zeggen taboe doorbreken vind ik altijd zo'n dooddoener ergens ook weer. Ja, ja vind je niet? Nou, ja, met, er die, zit er die, nou er, nog echt een taboe op. Ik denk wel. Gezondheid. Ik, nou ja, het is de afgelopen tijd natuurlijk wordt er wel gewoon veel meer mee gedaan. Mm -hmm. Dus je voelt je misschien al veiliger om het erover te hebben. Mm -hmm. Maar ik denk toch wel dat er echt nog wel een soort van schaamte ja? heerst. Voel je dat zelf ook nog? Ja, dat is moeilijk loslaten, toch, als je al die jaren dat gevoeld hebt. Ja. Dus uh, ik denk dat er zeker nog wel uh, verbetering in zit. Ja, daar gaan we het dadelijk volgens mij nog wat meer over hebben. Ja. Maar um, de, de podcast, gek van mezelf, de podcast, heeft een soort van structuur gekregen. Die hebben wij bedacht uh, een paar weken geleden of een paar maanden geleden. Nee, een paar maanden geleden zelfs al. Mm. Uh, een structuur. We hebben er ook al uh, twee zelfs opgenomen, waarvan eentje geschrapt is. Drie <laughs> hebben we eigenlijk bij. We hebben er drie hebben pogingen er drie, gedaan. Ja, ja want de eerste poging heb ik toen halverwege gestopt, weet je nog. Oh, yeah. ja. oh, yeah. we hebben drie pogingen gedaan, maar volgens mij zijn we nu wel op een, op een punt dat we denken: oké, okay, we hebben nu iets wat, wat we in ieder geval waar we mee vooruit kunnen. Mm -hmm. En een van de onderdelen in deze podcast zijn stellingen, die stellen we op uh, het uh, Instagram-account Vetgezellig. Um, elke aflevering zal eigen slides krijgen waarin uh, de, de kijker of de luisteraar uh, mee kan stemmen. Dus, mocht je mee willen stemmen. In ons online panel. Uh, volg het vet gezellig. En check de stories. Want stories. Check de stories. stories uh, en dan kan je mee. Uh, en hoeveel doen. mensen stemmen er gemiddeld? Nou, dat is wel grappig. Want de eerste aflevering waar we dit bij gedaan hebben. Want dit is de eerste aflevering. Maar we hebben er al eentje opgenomen stiekem. Daar hadden we volgens mij. Bijna 3.500, 4.000 stemmen. Ja. En bij de tweede aflevering waren het er al 5.000, volgens mij. Oké, okay, dus gemiddeld zo'n 4.000, kan zeggen. Ja, je dus het zijn best wel veel mensen. Eén ding wat ik er wel bij wil zeggen... is dat het uh, 85% uh, wat mij volgt vrouw is. Dus het ja. is wel een bepaalde kijk erop. Dus ik denk dat, dat het in die zin niet heel divers is... als in uh, man-vrouw. Maar... Ja, het is toch interessant om te kijken wat uh, 85% van de vrouwen in ieder geval ervan <laughs> vindt. Het is ook uh. wel fijn als je een vrouwelijke luisteraar bent. Nu. En denkt, nou ja, uh, maar we gaan de stellingen. Um, gaan we eerst gewoon met z'n tweetjes bespreken. En wat wij ervan vinden. En dan komen we er later op terug, wat ons online panel ervan vindt. Dat is ook een beetje de structuur die we met de gast willen aanhouden. Dus. Uh, om nou ja, Eigenlijk steeds deze podcast een beetje hoe een podcast sowieso gaat verlopen de komende tijd. Mm. En het kan zijn dat we er wel een keer van afstappen, al denk ik dat Guilaine daar niet heel vrolijk van wordt. als ik dat Nee, dat doen. is prima Maar uh, we hebben in ieder geval wel een, een leuk stramien, denk ik, bedacht. Um, en je kan daar trouwens ook over meepraten, want op Vet Gezellig zal ik ook elke aflevering een post plaatsen. En dan kan je ook meepraten, maar je kan ook onder de video meepraten. Yeah. Dus uh, we zijn heel benieuwd eigenlijk. Want dit is ook maar een ding wat je bedenkt, en kijken we hoe dit valt. Mm -hmm. Dus ik, ben best wel, ik vind het wel spannend. Uh, we gaan naar de stellingen die we dus hebben gemaakt. Want deze podcast gaat dus over mentale gezondheid. En schaam je je voor mentale gezondheid? Na nou, deze aflevering willen we dan vooral richten op de schaamte rondom ja. de problemen, Klopt. mentale problemen. Ja, dus daar dus... gaan de stellingen dus ook over die we verzonnen hebben. Dank je. Stelling 1: Er rust in 2022 nog steeds een taboe op het praten van psychische problemen, of over psychische problemen. Ja. Ben je het daarmee eens? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk ja? dat er nog wel een taboe op, op heerst. Al vind ik het woord taboe, um, omdat het zoveel gebruikt wordt, wel een beetje irritant worden. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. omdat ik denk, ja, alles is tegenwoordig een taboe... en alles moet doorbroken worden. Ik vind, ik vind dat altijd wel een beetje lastig, ja, in die zin. Okay. Ik zou het liever zien dat het genormaliseerd wordt... en dat het normaal is. Maar misschien is het in heel veel sectoren... en heel veel uh, vriend, vriendengroepen en uh, in families... nog best wel een groot taboe. Ik denk dat, dat ik daarin misschien ook een verkeerd beeld heb... omdat wij en ik met mijn familie er best ja. wel open over praat. Ja, precies. En denk jij, denkt um, jij? Ja, ik ben... Wel, ik denk wel dat het nog steeds een beetje een taboe op rust. Mm -hmm. Voel ik die zelf nog heel erg, dat het wat minder. Ja, ik mer waar ik merk je dat de, Omdat ik met de mensen in mijn omgeving er best wel uh, vrij over kan praten. Mm -hmm. Maar ik werk merk wel voor vorige uh, banen en zo... dat dat niet echt uh, nat dan was nog steeds. Nee? Wat, waar? Hoe merk je dat dan? Nou ja, ik ben natuurlijk autistisch. En als ik dan dingen toch aangeef waar ik moeite mee heb... dat het nog een beetje weggewuifd wordt van dat het wel... Uh, toch nog ergens moeilijk te begrijpen is. Yeah. Ja. Yeah. Dus in in die zin zou het wel fijn zijn als we er wat meer open over kunnen praten, zodat er ook wat meer informatie beschikbaar uh, yeah. komt. Ja, dat is waar inderdaad. En, en wat ik ook zeg trouwens, want ik zeg natuurlijk taboe. En dit en dat vind ik dan stom. Maar hmm. ik, ik heb natuurlijk wel. Ik leef in mijn eigen bubbel. Laten we eerlijk zijn. Ja. Want ik, ik, ik werk voor mezelf. Uh, ik heb niet een hele grote vriendenkring omheen. Ik zie wel dingen. Ik probeer altijd wel te kijken in de wereld. En ik denk dat jij dat ook wel probeert. Maar je, ik denk dat je toch snel een uh, tunnelvisie op een bepaald soort onderwerp hebt. Dat ik denk: van ja, maar is dat nu nog tegenwoordig taboe? Maar ik denk dat er ook wel veel mensen zijn en veel. Uh, situatie te bedenken zijn waarin het inderdaad nog heel erg een taboe is. Zeker, ik denk in de, in de wat uh, professionelere sfeer en uh, families, vriendengroepen, wat jij zegt, ja. dat het best nog wel een dingetje kan zijn. Ja, ik ben het er wel mee eens. Ja, ik ben er ook wel mee eens, inderdaad. Al, al, al hoop ik dat het ooit wel naar oneens uh, gaat, dat het gewoon inderdaad dat we zo vrij erover kunnen praten. Zou mooi zijn. Ja, ja. En, 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 en je hoeft, kijk, want dat is ook het ding. Je hoeft ook niet. Overal over te praten. Je hoeft ook niet alles te analyseren, nee. en over te doen, want dat is ook wel een ding. Daar gaan we het misschien ook nog later wel een keer ooit over hebben. Maar uh, op een gegeven moment uh, zou het fijn zijn als je er ook overheen kan stappen en denkt van, <laughs> ja, maar dat is het toch? Toen dat vind ik. Stop er overheen, zeur er ja, niet over. <laughs> nee, ja, maar dat, ja, maar ergens wel, ergens wel. Want ik denk dat, dat door de hele tijd in te blijven zitten, heb ik zelf ook ervaren, uh, word je niet vrolijker van en dan word je ook niet gelijk beter van. Is een hele is een fine line hè. Dus het is ook best wel lastig. Ja, er is een fine line inderdaad over uh, klagen en ja. ook daadwerkelijk praten om een oplossing te vinden. Ja, precies. Dat, nou, is dat, het dat, dat bedoel ik misschien ja. inderdaad, ja. Stelling 2: Schaamte voor psychische problemen is een gevolg van sociale act so, sociaal ik was zo lekker bezig. Sociaal geaccepteerd willen worden. We willen graag bij de groep horen. Eens of oneens. Denk het wel. oorsprong wel dat je als oermens bij de groep moest horen. Ja, dat en ik uh, vanuit daar uh, dat nog steeds echt erin zit dat je niet wil opvallen, niet anders wil zijn en niet erbuiten wil vallen. Ja, maar toch zijn er ook mensen die dat, die dat niet zo sterk lijken te hebben. Ik zeg dan ook wel lijken erbij ja. soms. Ja, dat, dat heb ik ook wel ervaren op school. Hoor. Dat ik soms dacht van zo. Dat, dat diegene dan zo zichzelf is en ja. vrij van uh, wat sociaal geaccepteerd is. <laughs> Oké. Okay. snap je wel dat je wel ja, 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 van even gedrag even ja, normaal. Ja. ja, heb je dat vaker gehad, ja? Nou ja, je hebt allerlei verschillende types natuurlijk. Maar ik heb op een uh, speciale school ook gezeten voor uh, mentale problemen. Mm -hmm. En daarin dacht je soms wel eens van, uh, nou, ben ik dan misschien daarin overdreven dat ik echt... Mm -hmm heel normaal we overkomen. Ik heb, ik heb ook op, want om daarover te spreken, ik heb eigenlijk ook op een school gezeten waar mijn mentale problemen best wel orde, want ik heb op een lomschool gezeten, dus de mentale problemen waren daar wel wat meer. Was dat het van. officiële woord lomschool? Vroeger was klinkt het Klinkt zo een, negatief. Ja, noemden ze zo. Ja, het klinkt bijna lomschool. school. Hè? Ja. Het is lomp, Ja, volgens mij <laughs> noemden ze dat. Dan? Weet ik niet. Dat zeiden ze vroeger altijd dat ik naar de lomschool ging. Ah. Um, maar ik heb dus op speciaal onderwijs, want dat, zo ja, dat is ook maar lomschool. Dat was volgens mij een oudere benaming daarvoor. Uh, speciaal onderwijs gezeten. En daar was ook natuurlijk wel veel aan de hand. Want er waren mm. kinderen met agressieproblemen. Ik denk ook wel veel autisme, maar wat nog niet gediagnosticeerd was. Yeah. Want de jaren negentig, daar praten we wel. Ja, jaren negentig, begin 2000. Was dat nog niet heel erg veel over bekend? Wel wat, maar niet uh, wat nu, twintig uh, jaar later, is. Nee. Um, ja, dat. dat, dat, dat uh, daar zaten wel types op en daar was ik ook wel eentje, misschien wel van, die toch wel een beetje er buiten vielen en dat ook misschien niet zo erg vonden soms. Maar die schaamden zich misschien dan ook niet tevoren? Nee, dat denk ik dus ook. Dus dit is natuurlijk. Ik schaamde me er ook nooit voor hoor. Nee? nee heb je nooit geschaamd voordat je naar een uh, school ging uh, wat eigenlijk gezien werd als? Nee, helemaal niet. Nee? Ik vond, het, ik vond het een hele leuke school, dus nee. Nee, ja, ik heb dat ook niet ik gehad. Had het naar mijn zin, was, ja. was gezellig. Uh, was ik vond het leuk als een andere school en kwam mee en ik was slimmer. <laughs> ja, dat is misschien lullig om te zeggen, maar uh, het IQ was soms bij sommigen wel iets lager. Maar hoe ben je op zo'n school beland dan? Als je toch uh... Uh, door mijn moeder die nogal 15 was, yeah. want uh, ik zat op een normale uh, lagere school en daar had ik een leerachterstand vanwege mijn angstproblemen. Want ik, was, uh, ik heb ooit meegedaan, aan, dat is een heel verhaal dat heb ik al duizenden keer uitgelegd. Maar ik heb ooit meegedaan aan een musical van Joop van Ende, daar ben ik heel angstig geworden, dat was Oliver Twist in 1999. En daarna ging het bergafwaarts met me, maar met mijn schoolresultaat ging het ook bergafwaarts daardoor. Want ik durfde niet meer naar school, ik durfde niet meer winkels in, ik durfde, niet meer, ik durfde bijna niet bij mijn moeder vandaan. En daardoor kreeg ik een achterstand die de school, die huidige school, niet meer met me kon inhalen. En mijn moeder, eigenlijk hadden ze mij moeten houden op die school, ja. maar mijn moeder was zo standvastig van, dit gaan jullie nooit lukken. Dat ze zei, van, en mijn buurman die had ook goede contacten met die school. Uh, met uh, speciaal onderwijs. Dus die had mij daar ingeloodst bij die directeur. En die zei <laughs> van joh, uh, kom maar. En het was heel erg gemoedelijk. En, en binnen twee, drie maanden was ik weer bij met normale yeah. onderwijs. Mm. En toen zeiden ze, ja, moet die dan weer terug? Maar toen wilde ik niet meer. Dus toen mocht ik daar blijven. Oh, dat is wel fijn. Ja. Kon want ik vond het ook, daar veel uh, leuker. Kon je daar van, vanuit daar weer naar middelbare. Ja, ja want dat, ik heb geen CITO-toets gedaan. Oké. Okay. Uh, want dat deden ze daar niet. Omdat uh, die CITO-toets. Het was een andere toets die ze volgens mij deden om. Dat die kinderen vaak naar kaderbasis toch gingen. En, ja? ik heb, ja, en ik heb geen toets gedaan, maar mijn resultaten waren goed genoeg om uh, VMBO HAVO te doen. Dus ja. dan heb ik dat uh, gedaan. Okay. Ja, dus dan ben ik wel weer naar een normale middelbare school gegaan. Ben je het eens of oneens? Gaande voor psychische problemen is het gevolg van sociaal geaccepteerd willen worden? Voor mij wel, ja. Dus ja? Ik, ik denk over het algemeen wel. Oké. Okay. Ja. En jij? Ja, ik, vind het, ik vind het echt een lastige. Voor mij is het een beetje midden, denk ik. In die zin. Maar ik, ik, ik ga wel. Ja. Over het algemeen gezien. Ja, misschien toch, ja, wel. Wel, ja, toch ja. wel. Ja, toch wel. Ja. Ik ja. duw jou die richting in. Ja, dankjewel. Dank je. Okay, nou, dan gaan we naar stelling drie: dat is minder schaamte begint bij betere voorlichting. Mentale gezondheid moet daarom verplicht vak worden op middelbare scholen. Ik denk niet dat ik het dat vind. Ik denk niet dat het per se een verplicht vak moet worden. Ik denk wel dat ze er aandacht kunnen aan kunnen besteden. Beter aandacht aan kunnen besteden. Ja. Met misschien uh, ervaringsdeskundigen. Uh, wel eens op school. In ieder geval elk jaar uh, een paar gastlessen misschien laten geven. Ja, bij uh, uh, maatschappijleer. Maatschappij maatschappij ik weet niet of dat ja, nog steeds precies. gegeven wordt. Ja, Ik denk het wel, toch? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het daar heel goed zou passen. Maar ik denk, gezien hoe... Um, de, hoe moeilijk docenten het al hebben om dat er ook nog bij te doen. En docenten kunnen het misschien ook niet op de beste manier, zou ik zeggen. Doe er in ieder geval iets van een college laten overgaan. Of uh, een gast uitnodigen op school dat het op die manier ja. doet. En wat interactiever houdt. Dat kinderen ik had daar ja. ja. eigenlijk nog niet erg over nagedacht. Maar het is natuurlijk gewoon een, een speciaal vak waar je echt ook kennis voor moet ja, hebben. Daarom, dus je kan wel een boekje maken. Maar dat, dat, ik denk dat dat veel minder. Uh, uh, werkt dan dat je mensen echt in de praktijk laat zien. Ja, uh, precies. Dat je, dat je gewoon ja. gastlessen hebt of zo, dat een aantal per jaar ja. ligt. Ja, dat kreeg ik ook in DM's trouwens terug, hoor, van mensen dat ze zeiden van ja, weet je, op school moet er al nu zoveel. Dan ja. moeten we dit, dan zouden de docenten dit er ook nog bij moeten ja, doen. En dat ja, is gewoon ik veel. Was zo, uh, ik was er eigenlijk wel mee eens met de stelling, ik dacht, ja, dat moeten we doen. Hmm. Want hoe fijn had ik dat wel niet gevonden hmm. op uh, de middelbare school. Hmm. Dat je toch een beetje uh, de verbindingen aan kan gaan met je. Met je schoolgenoten. Ja. Uh, maar dan moet er wel iemand zijn... die ook daadwerkelijk... daarover kan praten op ja. een goede manier. En, en ook kan... kan ja, ja, erva ervaringen er mee daarin. hebben. En inderdaad, lesgeven erin. En ook echt... Uh, um, op een andere manier. Kijk, ik denk dat ik, ik heb nu de laatste tijd... best wel vaak op scholen ook met... de. Uh, uh, scholieren en zo ben ik daar geweest. En ik heb ook mm. wel mijn verhaal gedaan en zo. En ik merk gewoon dat uh, kinderen en, en, en tieners vaak... meer aangaan op nieuwe gezichten... die yeah. hun verhaal komen vertellen dan dat hun docent dat doet. Ja, dat kan ik uh, begrijpen. Ze, ze hebben even iets anders, dus her, ze herinneren zich er beter aan... omdat het even een, een onderbreking is van, normaal, uh, van het normaal ja. uh, voor hun. En daardoor komt het misschien ook beter over. En een soort van coaching of zo op een school... Ja, dat, dat, dat gebeurt wel. Dat ik je heb denk, dat ook gehad namelijk. Ja, oké. Okay, ja. Dat je per leerling die het nodig heeft misschien of per groepje... Het probleem is alleen, denk ik daarvan, daar is gewoon geen geld en tijd voor. Nee, want, maar dat is nergens natuurlijk geld en tijd voor. Nee, maar daarom moet je ook beginnen met iets kleiners, denk ik. Dan ben ja. je gelijk één op één. Want één op één is natuurlijk... Nee, maar niet één op één. Ik weet een schoolpsycholoog, die, die heb ik ook gehad. Ja, ja. Ik ook. Denk ik, ja. Ja, ik ook. Nou, dat vond ik een hele nare vrouw, dat wat terzijde, er zeiden. Hoe ze was zo nou? ja ik was in die tijd kon ik heel moeilijk praten over mijn gevoelens dus ah ja. ik was echt heel gesloten en ik vond het allemaal erg uh, en waarom beginnen we dan een podcast erg lastig <laughs> Omdat ik echt in therapie heb leren praten ja. maar zij ja kijk dan snap ik ergens ook wel dat zo iemand denkt van wat moet ik hiermee mm -hmm. als jij niet open um, openheid geeft hoe kan ik je dan helpen ja. uh, maar in plaats van dat ze terbesten de om dat een beetje uit me te krijgen, ...ging ze allerlei veronderstellingen ja? naar me toe gooien van ja je wil zeker lekker thuis zitten oh, echt, en dat ja? soort dingen. Als oh, je echt van alsof van, je uh, zo'n irritante puur was, ja, die, eigenlijk niet die naar niks wilde. Wilde. Nou, En ja. In die tijd zat ook mijn zus zat thuis vanwege mentale problemen uh, en toen had zij zo'n beetje het idee van je wil net zoals je zus gewoon lekker thuis zitten niet meer naar school. Nou, basic wilde je dat toch ook eigenlijk ergens? Nee, ik wilde heel graag geholpen worden. Ach. Ik wilde in de groep passen ja. en uh, mijn school afmaken. Mm. Dus dat was het niet. Um en waarom vertel ik dit nu eigenlijk? Omdat ik dat, dat soort hulp... Mm -hmm. Nou, dan moet je gewoon echt een klik met iemand hebben. Ja, dat is ook zo. En als zij standaard inderdaad iemand in dienst hebben die dat doet en je hebt de klik er niet mee, dan, dan is het, houdt het daarbij op maar natuurlijk. Maar bedoel jij dan dus, om terug te komen waar we het over hadden, bedoel je dan dus dat wel iemand voor een grotere groep toch dat doet? Want je Omdat ja, ja. je in de eerste instantie zei je wel van, wel één op één dat iemand naar iemand toe kan komen en zo. Dat, dus ja, dat wel... maar dan heb je dus echt, dan is er één iemand natuurlijk die dat doet. Ja. En als je daar de klik niet mee voelt, dan dan is het een beetje klaar, uh, houdt op met je hulp op school, ja. denk ik. Ja, dat is waar, ja. En als je gastsprekers hebt, ja. die, uh, die kunnen misschien meer voor elkaar krijgen, uh, openheid ja, in de klas, dan, uh, ja. nou ja, dus ik ja. denk dat ik verplicht dat ik het dan ons, oneens ben. Toch wel oneens. Je dan er ik is het is het toch wel oneens. Want, ja, 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 om, ik denk, want ik kreeg dat ook echt best wel veel op DM terug. Ja. Van uh, dat het gewoon best wel moeilijk is, ook voor docenten nu al. Mm. Dat ook dit er nog verplicht bij ja. moeten doen. Is ook wel veel. En het is ook een moeilijk onderwerp. Hè? Ja. Dat, dat moet je echt niet onderschatten. Ook voor docenten om dat te doen. Want Als jij als docent al niet goed kan uh, nadenken over je eigen mentale gezondheid. Dan, dan, en je gaat het kinderen moeten leren, dan krijg je daar ook verkeerde... Nee, nee het moet ook niet zomaar... maatschappijlerares zijn dan natuurlijk. Het nee. moet dan wel iemand zijn die daar dan ook echt voor geleerd heeft. Ja, of in ieder geval ervaring heeft. Ja. En, en het goed kan verwoorden. Ja, nee, oneens dan. Ja. Okay. Stelling vier. Yes. De vuile was hangt niet buiten... Deze en soortgelijke overtuigingen van de generaties boven ons heeft ervoor gezorgd dat er nu een taboe op praten over psychische problemen, rust. Zo. Uh, daar ben ik het wel mee eens, ja. Die is eruit. Ja, maar daar ben ik het ook mee eens. <laughs> <Ja. laughs> Jij? Ja, de generatie, generaties voor ons, dan voornamelijk onze ouders, daar zijn. Uh, nou, en, en oma's en opa's, hè? Want daar komt het en die daarover. En die daarvoor. Want, maar ja, die hebben natuurlijk gewoon verschrikkelijke tijden ook meegemaakt. Ja, dus het is ook niet raar. Maar... Het is ook een soort van uh, waarschijnlijk, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg mm -hmm. mentaliteit, die heel lang natuurlijk er geweest is. Mm -hmm. en... Ja, en, en vuile was hang je niet buiten, zo, of hang je niet buiten, of je wilt geen zwakte tonen. Ja. Want uh, als je zwakte toont, dan kunnen mensen je daarop aanvallen. Dat is ook een ding. Ja, en tegenwoordig uh, willen we daar een beetje uit. Ja, ik denk, ik denk dat onze generatie. Een van de, ik denk dat onze generatie letterlijk de eerste is die hier heel erg duidelijk over praat. Inderdaad, je kan trouwens wat dingen op de achtergrond horen. Want we zitten nou eenmaal in een. Uh Enkel glas society, hier. Nee, we zitten langs een uh, drukke weg, dus dat, dat kan je wel eens horen. Maar het kan zijn dat ook uitgeveeld wordt. Ja, motors. Heel vervelend. Asociaal. Maar... Ah, zo, maar dat is heel irritant. hebben we het nog een keer over. <laughs> um, want dit is een uh, mentale gezondheidspodcast, maar het kan ook wel eens over andere dingen gaan. Denk ik. Um, want je wordt ook wel eens gek van jezelf op andere momenten, toch? We zijn trouwens de eerste vraag helemaal vergeten. Nou oh ja, ja, maar die stellen we eigenlijk... Alleen maar aan de gast, niet aan ah, onszelf. Ja, ja, het al. mag ik aan jou vragen? Ja. Uh, merk jij aan uh, bijvoorbeeld je, je, je oud naar nou, je vader... en uh, je opa en oma, die heb je ook niet meer, hè? Ik heb één oma. Oh. Maar ik heb nooit oma's en opa's echt gekend. Maar nee. ik weet wat je vraag is. Merk je daaraan dat deze mentaliteit nog steeds een beetje er is? Nou, ik denk dat mijn vader uh, wel dat heeft gehad ik merk dat dat bij hem in ieder geval verschuift, maar ik weet niet of jij dat in je omgeving merkt van de oudere generatie. Ik denk het wel. Ik denk dat uh, openheid begint bij uh, iemand die open is. Mm -hmm. Dus in die zin uh, uh, denk ik dat wij ook echt wel de oudere generaties een beetje kunnen helpen met dat loslaten, ja. mocht dat nodig zijn. Mm -hmm. um, nou, toen ik opgroeide, mijn moeder was altijd wel heel erg open tegen ons mm -hmm. en ook we konden ook alles kwijt. Mm -hmm. Maar in de buitenwereld moesten dan dan wel wat meer. Um, een, 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 ja, niet een masker, ja, maar misschien wel van masker mo mooi je... weerspelen. Ja, ja. als in we spreken met de hulpverleners, maar niet met uh, buurvrouwen nee. of wat dan ook. En dat, en dat is wel, ik snap dat wel. Ja, dus ja ik, dat snap ik ook wel. Ik, ik begrijp dat wel. Maar ik vind dat, al, ik vind dat wel, naarmate ik ouder word, uh, een lastigere. Al moet ik zeggen, wij zullen ook niet zo snel met onze buren dat bespreken ben Jij zijn. Jij daarin eigenlijk wel, toch? Met wie je wat bespreekt. Ja, tuurlijk. Alleen het ding. Bij mij een beetje anders is is dat ik het ook online doe, dus ja, mensen weten het ja, al van ja. me, vaak. Ja. Uh, maar ik zou als ik als ik anoniemer zou leven in die zin en er niet zo open voor over zou zijn, zou ik het ook inderdaad vaak alleen maar binnen het huis wel toch houden. Ja, is het ook je geholpen om meer open te zijn omdat je al zo open online bent? Ja, ja, ja zeker. Het heeft me juist geholpen ook in de angst zelf. Want ik ben nu minder angstig ook deels omdat mensen het van me weten. Oh ja, tuurlijk. dat zeg jij wel vaak. Ja. Ja, als ik mensen afspreek weet ze al wat er aan de hand is. Ik denk dat jij dat ook wel merkt toch? Ja, dat je minder je gestrest voelt dat je nu sinds bent geout. Je uh, de grote outing hebt gehad. <laughs> ja, maar dat is echt zo erg. hè? Waar... Ja. <laughs> ja, sinds dat je dat hebt gehad is het natuurlijk een stuk Ja, is het makkelijker misschien wel? En dat heb ik ook met angst. Ja. Het is makkelijker want ik hoef me er niks over te zeggen, want de meeste mensen die me zien kennen, weten toch wel dat ik uh, dat ik een boek mm. ik heb er een boek over geschreven. Ook dadelijk de podcast. we hebben dadelijk ook een uh, spel. Ik was altijd iemand die, als ik op een uh, verjaardag was, dat mensen naar mij toe kwamen van oh ja, ik heb ook een last daarvan. En dat ze hun hele verhaal deden. Dus. Oh, vervelend. Nee, ik vind, <laughs> nee, ik vind, <laughs> ik vind dat nooit zo vervelend. Nee, ik vind het altijd meer van, ik vind het altijd fijn dat ik met mensen. Dan nou, heb ik tenminste een gespreksonderwerp. Dat is waar, ja. Dat is best ja maar dat is ook fijn als ik ook een mede-autist ergens vind, dan kan ik ook over dat praten. Ja toch? Dat gaat toch een stuk makkelijker? ja zijn we trouwens eens of oneens met de stelling? Of zijn we daar nog in bezig? Nou, ik ben het er wel mee eens. Ja? Ik denk wel dat... Uh, dat het nog lang uh, doorspeelt dat je... Ja, maar doet alsof alles oké okay is. Ja, ik ben benieuwd. Ik zou het dus heel leuk vinden voor deze podcast... om uh, ook iemand te uit te nodigen die dus helemaal niet uh, open erover is. En want dan heb je zo'n fijn gesprek met diegene. Nee, juist. Waarom, waarom dat zo'n schaamte en zo is, weet je wel? Iemand die misschien net uh, probeert wat open oh, ja, over te zijn waar, of zo, weet inderdaad. je wel? Waarom dat dan... In, want er zijn, of, of iemand die... Uh, uh, in zijn vriendengroep heel erg merkt dat niemand het daarover heeft en waarom en of diegene het al probeert of dat dat dan door kan gaan. Ik, ben gewoon, ik vind dat heel mm -hmm. interessant hoe dat bij anderen Ja, ik, vind ik ook wel. Ik vind namelijk dat uh, mijn beeld iets te eendimensionaal is, omdat het best wel uh, klein, mijn wereld best wel klein is. Uh, ja, nou ja, je wereld is best groot online, toch? Je krijgt ook meningen en uh, ik krijg veel meer. Ja, dat is waar, maar het is meer dat ik het ook één op één met iemand in gesprek daarover wil. En Niet dat ik wel zo'n een bericht, want ik vind getypte berichten naar me ja. vind ik vervelender want ik ben dyslectisch. Uh, ja. uh, dus um, liever zo met iemand praten en dan kan ik het meer begrijpen kan ik het meer vatten en dat zou ik wel mooi vinden om ook een keer daar ja. een gesprek over te krijg hebben krijg je eigenlijk wel eens berichten van mensen die zeggen je moet niet zo open zijn nou, dat is een goede vraag nee heb nog nooit gekregen maar wat zeg ik nu dat weet moet ik eigenlijk niet goed graven wel mensen dat ze zeggen van het is wel heel veel wat je deelt oh, het ja. valt het is geselecteerd ja. het valt best mee nou, het is best pittig wel hoor, wat oh. je gedeeld hebt. Maar ik denk dat jij dat meevindt vallen omdat je al zoveel deelt. Ja, en omdat ik daar al zo open over ben ben ik er ook echt helemaal niet voor schaam. Ja, maar je hebt een serie gemaakt over dat je relatie uit is en daar waarin je ook veelvoudig. Uh, aan het janken was. Ja, want ik Snikken op de bank een, zit. Ik ben een video over aan het maken over uh, <laughs> onder andere dit. Uh, die, die is al online als je dit uh, beluistert. En denk, ja, wie deelt dat nou? Of en daar jank ik echt veel, want ik zat vandaag ja. nog te editen en dacht, jezus, wat zit die te janken, die gozer. <laughs> en als ik het zelf zou ik terugkijken van iemand anders, zou ik ook denken. Nou ja, Kop op. Ja, oké. Okay, maar als je je leven vlogt in die zin, vind ik het er wel ja. bij passen. Ja. Ja, ik was de grootste jankbal van YouTube, denk ik, een tijdje. De grootste jankbal? Maar daar ben je nog steeds, toch? Ja, ik ben niet meer Laat wat traantjes mee. weggepikt. Jezus, nou? nee, joh, ja, is dat zo? Joch, Eens of oneens? Ik ben het er mee eens. Ja. Ik ben het er ook wel mee eens. En, um, uh, maar ik denk dat dat wel echt een uh, verandering begint, begint te komen. Stelling 5: Men is tegenwoordig... Te open over psychische problemen. Het is verstandig om deze alleen te bespreken met degene die het meest dichtbij staan. En hulpverleners. Eens of oneens. Ja, vind ik onzinnig eigenlijk. Ja, hoezo? Ik denk dat je een mooi gesprek kan hebben met mensen waarvan je gedacht had. Dat niet te kunnen hebben? Ja. En als je het nooit probeert, dan zou je het ook nooit weten. Nee. Heb je dat wel eens ervaren dat je het met iemand hebt besproken die eigenlijk had, nooit had verwacht dat je het Nee, Ik heb spreken? soms wel eens uh, gesprekjes gehad dan met uh, collega's. Het veranderde nogal veel in de supermarkt. In de supermarkt? In de supermarkt supermar branche. Ik heb jaren in de supermarkt branche gewerkt. Mm. Yeah. <laughs> maar uh, uh, dat ik dan wel verrast was. Yeah. Dat ik dan van iemand die best wel, uh, ja, ik wilde zeggen normaal, maar best wel steady overkwam, yeah. dat ik dan toch. Ik um, kreeg te horen van angsten, depressie of ja dat soort dingen. Mm. En ik denk ja, dat je soms heel erg kan verrassen. Dat ja, is wel herkenbaar, hoor, want dat heb ik zelf ook. Ik heb natuurlijk al, ik werk wel echt heel mijn werkende leven bijna voor mezelf. Dus ja. in die opzichten niet. Maar het is omdat ik altijd zo open ben en mensen dat weten... gaan ze wel dat gesprek dus met me aan, wat ik net al zei. Mm. En dan kom je inderdaad op gesprekken soms met mensen... dat je denkt, oh, jij ook. He, dat had ik echt nooit verwacht. Nee, precies. Iemand, dat je denkt, oh, die... Uh, die heeft het eigenlijk allemaal wel voor elkaar, denk je dan of zo, en die, uh, dan denk je, die zit er soms nog erger bij als dat ik zelf heb <laughs> ja. bijgezeten, weet je wel? Dat is best bizar. Ik vind dat wel mooi en ik vind het ook wel fijn ergens. Ook al zeg ik altijd van, ja, dat maakt me niet zoveel uit wat andere mensen, want dat voel ik toch niet. Als in, uh, ik, ik, ik moet mezelf uh, fixen. Is het soms wel eens fijn om te horen? Nou ja, fijn. Niet voor diegene, maar wel fijn om te horen dat andere mensen ook door hun struggles heen gaan. Want dan. Ja, herkenning. Uh, ja, herkenning. En als je natuurlijk kijkt, het is een dood maar. Online is natuurlijk iedereen laat altijd wel de, iets de leukste dingen zien. Dat doe ik trouwens zelf de laatste tijd ook wel. Hmm. Soms, soms niet. Want ja, ik deel ook wel als dan iemand overleden is. Dat is natuurlijk niet zo'n leuk iets. En dan, ma dat vind ik wel belangrijk om daar iets over te delen. Juist ook omdat uh, misschien niet iedereen er iets over deelt. Mm -hmm. En je gevoel te uiten. Het is ook wel een uitingsvorm voor me. Waar ik naartoe wil, weet ik niet. Met, de, met dit wat ik zeg. Dus uh, begin gewoon met je tegen je ja. buurman te praten. Ja, eigenlijk wel, ja, precies. Ja. Nou ja, ook niet echt. Want als we <laughs> kijken naar onze buren, zou nee, ik het dus maar, niet mee bespreken. Nee, maar uh, ik denk... Maar daar denk, hebben we geen contact mee ook. Ik denk dat je ergens wel aanvoelt. Ja. Wanneer iemand er open voor staat. Ja. En... Uh... Druk ik zal wel subtiel mijn boek bij mensen in hun handen drukken... en dan uh, kan ik kijken of ze er open voor staan, toch? <laughs> Of we gaan het spel spelen met ze. Oh, nou ja, dat is helemaal eerste, een... De eerste kennismaking met, uh, met ons is dat ze gelijk een spel moeten spelen. Gelijk over hun... een paar kaarten moeten trekken en ja. open moeten zijn. De eerste kaart. Dat moeten we ja. eigenlijk altijd bij ons hebben. Ja, dat ja. is een goeie. Het online panel heeft natuurlijk ook gestemd. Ja. En daar is een, uh, een score uitgekomen die ik niet weet... want Guilaine heeft gekeken wat de score was. Ja. Ik ben heel benieuwd of wij een beetje hetzelfde dachten nou, als het panel. Ik denk dat panel. sommigen best wel verrassend nog kunnen zijn. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik denk het wel. Uh, de eerste er rust, anno 2022, nog steeds een taboe op praten over psychische problemen. Daar was 75% het toch mee eens. Dat is best hoog. Ah, ja. okay, 23% was het oneens. En twee, die had er geen mening over. Ah, ja, je dus, hebt ook uh... mensen geen mening. Ja, dat kan, dat kan hè? Ja ja. ja, ja. Interessant wel. Ja, maar ik denk ook wel logisch, want dat zijn we zijn eigenlijk ook wel een beetje op uitgekomen, toch? Dat het wel heerst nog steeds. Taboe. Ja, ook al voelen wij het zelf misschien een stuk minder. Hmm. Ik denk als je algemeen kijkt, dat nog best wel ja, een... Ja, dat denk ik uh, ook wel. Ja. Nou, stelling 2. Schaamte voor psychische problemen is een gevolg van sociaal geaccepteerd willen worden. We willen graag bij de groep horen. Daar was 22, 82% het mee eens. 13% het oneens. En 5% wisten het even niet. <laughs> die waren even uitgetuned. Ja, schaam, die hadden schaam, geen zin wat, erin. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk gewoon best wel logisch. Ja. Ja, ja zijn er zijn natuurlijk mensen die gewoon zich niet schamen. Nee. Die vallen dan buiten deze stelling. Ja, 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 ja. Nee, ja, die vallen er dan ook in. Die schamen zich niet. Oh ja, ja, nee. dat is waar, ja. ja dat is waar. Stelling drie. Minder schaamte begint bij betere voorlichting. Mentale gezondheid moet daarom verplicht vak worden op de middelbare school. Daar was toch 80% het mee eens. Dat is wel een, ja. een, een, een vak. Ja, maar ik denk dat als je de nuance daarin brengt, uh, dat mensen wel eerder kiezen dat het wel, dat het niet echt een vak wordt, maar dat het uh, een onderdeel van iets wordt. Als je die nuance die nou, ik zei... Nou, als jij... Inderdaad, wij hebben dan heel erg gekeken naar wat dat zou betekenen voor de drukte op school. Ja, qua ja Je moet het ook Er is al zoveel maken. druk, inderdaad. Ja. Uh, eigenlijk, mijn eerste, uh, mijn eerste... Ingeving was ook hetzelfde. Ingeving was, ja, doe dat alsjeblieft. Na ja. nou, 13% was het oneens, en 7% die wist het niet. 7% of 7%, wel? ja. Oh, wat. Nou, dan stelling 4 is de vuile was hangen niet buiten. Dat gaat over die generaties. Daar uh -huh. was toch 74% het mee eens... Oké, okay, dat, ja. dat, dat is een hoop nog wel. Er is toch een hoop mensen die dat ook uh, merken in hun omgeving. 15% was het oneens en 10% uh, was het spoorbijster. <laughs> Oké, okay, ik, ik verwacht nu wel elke keer dat je andere benamingen voor die laatste... Ja, maar ik vond dat geen mening, vind ik altijd lastige, Want ja, ik heb overal mening nee, over. Ja, maar sommige mensen hebben echt geen mening over. Ik heb ook over bepaalde stellingen geen mening. Dat is waar. Eigenlijk zo, hebben. waar je dan zelf weinig mee bezig bent geweest... Daar kan ik ook wel geen mening over hebben. En er zijn heel veel mensen op Instagram... en ik ben er zelf ook eentje van, die een poll stemmen... omdat ik wil weten wat het is en dan kan Lees ik niet ja, zeggen. Nee, dus ik nee. kan je beter Precies. geen mening hebben. Ja, Stelling 5: mensen tegenwoordig te open over psychische problemen. En er was 15% het mee eens. Oké, okay, 15% was ja, eens? 76 het... oneens en 9% um, had geen mening. Okay. Dus 15% was het toch nog eens dat mensen te open zijn over mentale wel problemen. Wel dat is best wel, vind ik wel veel. Vind jij dat er iets bestaat als te open over mentale problemen? Ja, ik niet per se. Nee? Nou ja, goed, als je een seriemoordenaar bent, misschien moet je dan niet uh, gaan zeggen welke uurtjes je hebt. Dat is wel. Uh, van inderdaad ja, mm, ja dus kan wel een, er is wel een graad misschien inderdaad dat je ook wel te open kan zijn ja dat zit er zit wel wat in vind ik er is wel een grens denk ik voor ik denk, jezelf ook denk nou, ik nou ik denk ook ergens dat als jij um, Je hebt toch zo'n uh, zo'n gezegde uh, of nee zo'n boek de wolf die uh, de jongen die wolf riep. nee ja dat oh ja ergens, heel vaak ja, 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 ja. als jij heel vaak natuurlijk zegt uh, um, ik ben depressief, depressief en, oh, en dat, en dat dan, gaat zomaar heel erg door dat je dan dat ook je misschien wordt. dat gegeven mensen denken van ja dit is toch altijd uh, Oh, op die manier dus dat het ook een soort van uh, slechte, uh, slecht beeld van jezelf afgeeft of zo dat mensen denken van ja nee komt hij weer zo bedoel je dat ja en tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets dat je het is dus een cry for help uiteindelijk, uiteindelijk wel, je wil ja. geholpen worden en, ja. uh, maar misschien kan het dan overkomen als van daar heb je die weer gezeik dan bedoel je dat dan als je er zelf niet actief dan aan werkt, hmm. kan het voor sommige mensen misschien overkomen van. Ja, maar ja, dat is voor die kijk. Dat vind ik altijd wel. Wat, wat, diegene die zegt dat, yeah. uh, dan, be, dan is het aan jou wat je ermee doet. Je kan ook tegen diegene zeggen van, joh, zou je er niet eens wat mee doen? Als diegene dat dan niet, nog steeds niet doet, dan kan je zeggen, joh, weet je, ik, ik vind het heel vervelend voor je, maar ik kan hier gewoon niks mee. Dat is heel moeilijk, hè, als je yeah. met iemand omgaat. Maar dat is wel beter vaak voor jezelf om je grenzen daarin wel aan te geven. Denk ik. Ja, ik ben als tiener natuurlijk lange tijd gewoon depressief en angstig geweest en mm. ik deed daar echt weinig aan, want ik wist niet hoe. Ja. En dan blijf je toch de hele tijd door maar aangeven van het gaat niet goed. En, en de, hoe moeilijk is het om iets ergens aan te doen? Ja, dat is ook heel lastig. Zien. Het gaat niet goed en uh, ik weet het allemaal niet meer. Mm. En ik denk op een gegeven moment mensen denken van ja, het zal wel, maar ja. Ja. Wat uh, kan er uh, nog uh, gezegd worden? Want uh, uh, ja. Ja. Je gaat er toch niks aan doen of zoiets. Ja, nee, dat ben ik met je eens. in. Dat, dat is echt wel lastig, maar dat is ook lastig voor diegene die het natuurlijk ervaart, want die voelt zich dan gelijk niet gehoord terwijl dat Ja, ja, ja nou, zo voelde ik me dan ook wel inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ik kan het wel ergens begrijpen dat men dan gegeven mensen wat minder serieus gaat nemen. Ik ook. En dat is misschien een beetje de de keerzijde. De keerzijde aan te open zijn. Ja. Ja, ja, ja denk ik wel met je Maar je tegelijkertijd als je ergens mee zit en uh, met depressie of zelfmoordgedachten, dan vind ik wel wees er maar open over. Ja. Je moet het niet bij je houden, want je denkt niemand gaat me serieus nemen. Dus het is lastig. En ik. open over dingen zijn. Daar hebben we natuurlijk iets voor. En dat is ook toevallig het volgende rubriekje. Ja. Namelijk. Ja, want deze podcast is ontstaan vanuit mijn boek. Maar vanuit mijn boek is er nog iets ontstaan, namelijk een spel. We hebben, als jij dit luistert, een paar dagen geleden dit spel gelanceerd. Het heet Het gek van mezelf: Het mentale gezondheidsspel. 100 vragen om het gesprek te starten. Omdat praten helpt. Dat staat op het <laughs> doosje. Um, Wil je de achterkant ook nog oplezen? Ik ga ook of, uh... De achterkant kan erop lezen. Praten helpt <laughs> door openheid te geven over onze mentale gezondheid. Ik vind het trouwens best wel. Ik moet even een applaus voor mezelf dat ik nog redelijk goed lees voor iemand die een au uh, autist... Die, uh, autist die, ben ik. Uh, dat ben jij, sorry. <laughs> uh, ik ben de uh, dyslect. De dyslect. Uh, voor een dyslect, als ik de, dat is het hele ding, hè, bij dyslexie. Daar wil ik het ook nog een keer over hebben. Maar yeah. als je er heel erg over na dat ik nu aan het lezen ben... dan ga ik helemaal stotteren. Snap ik, Terwijl ja. als ik het niet doe, dan lees ik het gewoon door. Ik ga trouwens niet de achterkant lezen. Nee, joh, dat hoeft ook allemaal niet. Je moet even naar uh, vetgezellig.nl en gewoon zo'n doosje aanschaffen. 100 vragen om met je Nou, dat is hartstikke vrienden, leuk om met je vrienden, vrienden te spelen. Uh, ouders met je ouders, van, van, van iedereen. met je partner. Ja, we hebben het echt ontwikkeld we hebben het helemaal zelf uitgegeven. We hebben er zelfs vet gezellig games voor opgestart. <laughs> wie weet in de ja, toekomst dat er we nog wel meer hebben. Dat er nog meer uh, spelletjes. En uh, we hebben dus 100 vragen. Het kunnen uh, dilemma's zijn. Het is een wat als vragen en je hebt normale vragen. We gaan nu even trekken uit de normale uh, vragenlijst. We gaan even een paar, twee. Ga ik vragen er even jou trekken? Elkaar. Ja. Oké. Okay. Dan mag jij de vraag beantwoorden. Heb jij sneller last van onderprikkeling of overprikkeling? Onderprikkeling. Ja, hè? Ja. Ja, jij bent echt, je moet uh, bezig zijn. Hè? Ik, ja, ik moet altijd geprikkeld worden ook. Als ik aan het editen ben, dan kan ik ook muziek aanzetten en nog uh, friends opzetten. En dan ben ik aan het editen terwijl ik drie dingen tegelijkertijd bezig ben. Zo, heb. ja. Ja, ik kan, dat, ik kan heel slecht tegen dat ik uh, niks hoor. Kan jij ook een, een podcast luisteren terwijl je bezig bent ja, met iets? Dat doe ik ook. Ik kan dat, dat kan ik Zelfs echt... als ik praat tegen de camera, kan ik nog goed horen wat ik zeg. Het is niet het meest productieve, dat moet ik wel zeggen. Nee, nee? Ik hoor het gewoon niet meer. Ja, ik hoor ik het heb wel. één taak waar ik me op kan focussen en dat zit. Ja, dus dus ja, als ik die vraag aan jou stel? Ja, overprikkeling natuurlijk. <laughs> We hebben er zelfs een uh, kledinglijn voor opgezet. Ja. Het is <laughs> een tragisch te... verhaal. Maar een kledinglijn is heel leuk. Wat is het een tragisch verhaal vind je? Huh? Vind je het een tragisch verhaal? Overprikkeling vind ik heel tragisch. Ja, dan. vind je het echt vervelend? Vind ik heel naar. Hoezo? Nou, dat vind ik echt, ik, uh, het is me even heel veel mooie kanten. Maar overprikkeling is echt. Uh, het nee, is vervelend? Ben je niet meegezegend, ja. zou ik zo zeggen. Als in, uh, dat kan soms echt wel je, je, je leven beheersen eigenlijk. Wat wel leuk is, is dat we dus nu dit, dit kaart hebben getrokken. en We hebben ja. zelf de vraag bedacht. Maar we vinden zelf soms de, de vragen ook nog wel interessant om aan elkaar te stellen. Omdat ja. we dit eigenlijk nooit aan elkaar hebben gesteld. Om het een klein beetje te duiden. Wij hebben dus uh, een half jaar geleden zaten we een keer in een, uh, een lunchroompje hier in, uh, in, uh, in Voorburg. Daar wonen we. En... Um, daar waren we een kletspot aan het doen en we dachten van, hè, we hebben we hebben heel andere gesprekken als normaal. Terwijl wij praat echt over alles. Ja, we hebben geen probleem met, uh, met elkaar kleppen. Nee. Maar daar zaten vragen in zoals vakantiebestemmingen. En, ja. en wat zou je nog even willen doen in je leven? Ja, en precies. dat soort dingen. En, en, toen, en ja, toen kwamen we eigenlijk achter dingen waarvan we dachten van: oh, nou, dat wisten we eigenlijk niet van elkaar. Ja, toen hadden we kwamen we eigenlijk op het idee uit van, maar is dit er niet eigenlijk? Is dit er nog niet voor mentale gezondheid? Dus mm. wij googelen en een beetje rondkijken. En dat was er gewoon niet. Toen zei ik: Moeten we dat niet gaan maken? Nou, uh, nu, een half jaar later, <laughs> denk ik: Van het heeft me heel veel geld gekost. Heel veel tijd heeft het jou vooral gekost. Uh, het is er. Ik ben er super trots op. Ik denk: Jij ja, ook. Ja, Ik ben er hartstikke blij mee. Um, en nu is het er. En ik denk, heel eerlijk gezegd, dat het iets is wat voor heel veel mensen leuk kan zijn. Het is leuk vormgegeven. Uh, het, is het is laagdrempelig ook, want drempelig. het zijn geen hele zware vragen. Maar sommige er vragen paar... zit, ja. moet je wel echt over nadenken. Ja, en, en, en we hebben er heel veel aan te maken, dus er zijn er ook genoeg. We willen ook de komende jaren echt misschien nog wel een uitbreidingssetje maken en dat soort dingen. Het zijn eigenlijk allemaal plannen, dus uh, ja. mocht je dit interessant vinden en dit luisteren denk denken van, oh, dit wil ik, 1495 weet je alles. <laughs> Neemt hij even een, een slokje van zijn, Ja, ik ga even een kaartje nou, pak jij voor een kaartje voor mij? Ja. Heb je, je mentale klachten ook iets gebracht, iets positiefs gebracht. Mm, het is alleen maar dood en verderf. <laughs> nee, nee. Ik, Heeft uh, het niks gebracht? Jawel. En oh. mijn antwoord, ik wil zeggen, nee, dat was een geintje. Oh, okay. um, ik denk, ik kan even moeilijk bedenken wat op het moment. Nou, uh, dat je andere Help mensen me kan even. helpen, dat je andere mensen kan helpen ermee, dat is al een ding, denk ik. Creativiteit, je legt andere verbanden. Ja. Ik denk dat het toch ook best wel voordelen heeft. Ja. Zo heb ik heel erg genoten van uh, therapie uh, volgen. Dat <laughs> Die zo? genieten er nou eigenlijk van. Uh, ja, heb je er echt voor geweldig? Ja echt. Ja, gewoon ja, groepstherapie dan hoor. Verder denk ik dat het nu wel mooi is dat ik inderdaad anderen kan helpen. Ja, Vind want ik ook wel positief. Hoe help je anderen? Dat is misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Ik heb een, uh, samen met jou een platform uh, opgezet. Even prikkelen. dat is voornamelijk uh, voor autisme. Maar ook ADHD, HSP. En, uh. Angst? ADD, angst, depressie. En uh, daar, dat is eigenlijk een soort van blog met een Instagram account. En ik denk dat daar best wel uh, yeah, mm -hmm. mensen mee kan helpen. Ja, dat, daarom denk ik ook. Ik denk dat uh, dat al een mooi ding is. Maar ik denk ook bij jou zeker ook wel. Dat de verbanden die jij legt in je hoofd ook anders zijn dan misschien andere mensen. Dus dat is ook best wel. Dat kan juist ook wel weer helpen door, door zo'n spel te maken. Ja, dat bedoel je eigenlijk zo. dat je ja. op een andere manier nadenkt. Ja. Ja, ja, ik heb ook snel nu, dat heb jij waarschijnlijk ook wel, bij mezelf meer door, heel bewust word ik van mezelf. Ja. Waarom ik iets doe, ja. of het angst is, of dat het uh, vermijding is. Mm -hmm. Dus dat is wel iets wat jij leert en kan jezelf steeds beter en steeds sneller helpen. Ja. ja. Ja, dat eigenlijk. Wil je hem ja. ook nog maar antwoorden? Um. Iets positiefs, je mentale problemen? Gebracht. Nou ja, het heeft <laughs> mij heel veel gebracht uiteindelijk natuurlijk, want ik heb er heel veel dingen door kunnen doen. Ja. Ook heel veel dingen niet durven doen, maar nu zie ik het meer als een kracht en iets wat me helpt ook om soms andere dingen te doen als dat uh, andere dingen ook te maken dan dat andere mensen misschien zouden maken, omdat je het onderwerp uh, mentale problemen en dat soort dingen daar wel uh, meer kaas van hebt gegeten. Was dat het of gaan we nog eentje doen? Nog eentje? Ja, joh, eerste ja, aflevering. Een voor jou ook. Jij trekt voor mij. Ik trek voor jou. Jij trekt voor mij. Ik trek voor jou. Wanneer je verdrietig bent, hoe kan de ander jou het beste helpen? Ben je wel eens verdrietig? Ja, hoe kan je het beste helpen? Ik ben wel eens verdrietig, maar hoe kan je me het beste helpen? Door te luisteren en vragen te stellen. Oké. Okay denk ik. zoals wat wil je eten vanavond? ja. of uh, zullen we een patatje bestellen? <laughs> ja, nou gesproken lekker trouwens. nee. Um, je ja, okay, me helpen. ja gewoon door uh, te luisteren denk ik. een arm om me te slaan en uh, oh, denk ik. sweet. dat denk ik. ja, ja. ik vind ik weet het eigenlijk niet. ja maar gewoon. maar je bent niet zo heel veel verdrietig denk nee. ik. En als je verdrietig bent? zou ik niet ben, zeggen uh, trouwens als je de video van een jaar geleden kijkt maar ja klopt. tegenwoordig praat je uit jezelf. ja ja praten helpt hè. Praten Eén grote sponsoring, één grote campagne voor dit spel hier. Echt schaamteloos. Omdat gewoon. praten helpt. Ja, omdat praten helpt. Het vet gezellige mentale gezondheidsspel. Koop hem nu, 14,95. Vet gezellig. Um, zijn mentale klachten af of toegenomen naarmate je ouder bent geworden? Waar merk je het aan? Mm, af. Ja? Ja. En waar merk je Het was dat wel aan? echt een um, sombere... Geen soms depressieve. Ja? Ik heb depressieve periodes gehad. Mm -hmm. En nu ben ik best wel. Um, voor mijn gevoel wel steady. Ja? Ja. En waar merk je dat aan dan? Wanneer er iets is, kan ik het beter en uh, sneller onder controle krijgen. Ja, gisteren ook. En eergisteren? Ja, dat heeft lang geduurd tot twee dagen. Dat is uh, Normaal gesproken <laughs> had ik daar uh, weken over gedaan. Even daar op een beetje in te haken. Er uh, was iets waar ze zich op verheugde, ergens een soort van. Nee, de, nee, nee, nee. Dat was toch wel. Dat is toch niet het hoofd. Nee, maar dat was wel iets wat, waar het heel erg duidelijk in voor, naar voren kwam wel. Nee, het was mijn, ik was heel angstig weer. Mm. En, want ik heb problemen met mijn longen. En elk jaar rond deze tijd speelt dat enorm op. Ik heb het hele jaar door, maar dan speelt het enorm op. Mm. Het uh, en was ik heel angstig, met, uh, angstig voor uh, dat ik iets aan mijn longen zou hebben. Yeah. En dat wijde ik aan dat we in een oud huis wonen. Mm. <laughs> en toen had ik mezelf even niet meer on onder controle. Yeah. En toen zat jij naar huizen te kijken. Toen hadden we iets gevonden waar we eventueel wel zouden kunnen kijken. Yeah. Maar nee, kwamen we erachter er dat, dat het uh, enkel glas was en uh, nou, allemaal andere nadelen. En ik was me al helemaal aan het verheugen. En toen stortte ik een soort van in, maar er was een, dat stond te wachten. Ja, dat was eigenlijk... Het stond was al te wachten, ik had een gewoon een aanleiding nodig. Was dat. Ja, oké, okay, dat snap ik ook wel weer inderdaad. Maar ja, ja. tegenwoordig, ik, echt, ik ben er zoveel sneller weer ja? uit. En nu voel ik me weer positiever, denk nou ja, het komt wel. Oh, oké, okay, dat dat En normaal gesproken... Uh, had je er een paar dagen in gezeten? Nou, vroeger wel weken, hoor. Ja, toen kende ik je misschien nog niet. Zwelgen in zelfmedelijden. Oh. Maar echt... Ja, dat kan je wel goed, hè? Soms is het ook wel lekker hoor, om een beetje te zwelgen in hemzelf medelijden. Ja, maar nu, als ik het aan het doen ben, dan heb ik zo goed door wat ik aan het doen ben... En dan denk dat je, ik ach, eigenlijk denk van, oh, wow, wat ben ik een veen. Ja, ja, is irritant, en dan ben ik met dat. jou aan het bellen en dan zeg ik, oh, wow, ja, nee, niks gaat meer goed. Ja, en dan, en dan, dan denk je ook ik echt eigenlijk zo... van, doe nou normaal, dat is we nu even. Ja, ja, ja. Dus ik heb het wel door van mezelf ja, en vroeger had ik het gewoon niet door. Dan dacht ik van, alles is shit, ik wil gewoon... Dat helpt wel, denk op, op, ik, ja. doordat je het nu weet, toch? Nou, dat is een enorme hulp. Ik denk ja. dat als je eenmaal patronen bij jezelf gaat uh, herkennen. Mm. Nou ga je met stappen vooruit. Nou, dan hebben we ook nog een boek over geschreven, over patoon. De... Oh, als je het wel liefst de sponsor we hebben, komen we van podcast. alles. podcast. Nee, maar dat is geintje, dat hebben we helemaal niet, hoor. Ik ook heb ook nog een boek boek geschreven, Ik, toch? Oh ja, dat, is, dat lijkt me wel hilarisch. lijkt me geweldig, een zelfhulpboek schrijven. Ja, maar het enige wat je zegt is dan, net zoals mijn boek, de eerste zin, je zal het zelf moeten doen, ja, punt. Ja, daar komt en... het altijd tot neer, ja. uh, met de hulp van anderen, maar je moet het uiteindelijk zelf doen. Ja. Nou, zelf heel boek is geschreven. En um, nou ja, dan hebben we hier een prachtig stukje met wat we van dit gesprek vonden. Ja, dat vind ik dus wel raar. Dat staat op elk script en ik snap niet waarom je het er weer op zet. Wat vond je al? van het gesprek? Nou, het gesprek was, uh, een, uh, nou, het was interessant, want het was anders dan dat ik had verwacht. Het begon uh, een beetje stijfjes vanuit mijn kant dat ik het idee. Ja, ik ook. Je maar ik ben nu eindelijk ontdooid de laatste vijf minuten van het gesprek. Nee, hoor je daarvoor al. Oké. Okay. Ja, ik wil wel even iets zeggen. Uh, want uh, je hebt muziek tijdens deze podcast gehoord en die is gemaakt door iemand. Daar ben ik super blij mee. Sonja Vos heet ze. Zij heeft de muziek geschreven voor uh, deze podcast, speciaal daarvoor geschreven. Super tof. Ik ben er ook heel blij mee. Dus dat wil ik nog wel even Ik Ga Ik volgende keer ook nog wel in het begin van de aflevering doen. Want ik ben er gewoon super blij mee. Het klinkt echt super tof. We luisteren ook gewoon. Uh, Als overdokt. achtergrondmuziek. Ja, want we <laughs> hebben een loop van iets van vijf minuten. Dus dat klinkt echt heerlijk. Ja, heerde. geweldig. Um, dus daar ben ik heel blij mee. En uh, ja, overal gezien, denk ik eigenlijk dat dit best wel. Het best wel een chille podcast was. Ja, dat ik, wel ik hoop iets het te wel over onszelf, maar goed, dat uh, is maar Ja, eenmaal... dat gevoel. Heb ik ook altijd. Misschien moeten we nog even wat dingen eruit knippen die niet zo uh, gepast waren. Ja, ik zit er gelijk te twijfelen. Mag ik wel zeggen dat er iets bestaat als te open zijn? Ja, hoezo? Dat vind ik al lullig of zo? Want ik denk, van, je moet wel als je problemen hebt, moet je wel echt uh, open erover durven zijn. Ja, dat, dat, dat vind ik gevaarlijk anders als je het niet doet. Ja. Dus dan vind ik een fine line. is, dus daar wil ik nog eventjes bij zeggen dat. Ik het er niet mee eens ben. Misschien moeten we elke aflevering even een debunk doen van de vorige keer. Dat we even, oh ja, wacht, we hebben een terug te luisteren. Het klopt toch niet helemaal wat we zeggen. Kijk, je gaat in dit soort dingen, uh, het is momentopname. Dus we, ja. op dit moment denk je ineens daarover. Maar het kan over een paar weken dat je denkt, hè, ja, maar dat zo denk ik eigenlijk niet echt meer over, of over een paar jaar. Dat is gewoon hoe het is. Ja, maar ik wil niet uh, het idee geven dat, uh, dat je niet voor de achttiende keer bij iemand kan aankomen met problemen mij zou dat nou ja, het kunnen. Kan, het kan wel, um, maar ik denk wel dat het zo is dat de meeste mensen, en dat is een gezonde reactie van mensen, dat ze denken: ja, als je er niks aan doet. Uh... Nee, maar dat is dan aan diegene. Ja, omdat het, als je er een keer mee komt, ja, dus dan ben ik het eigenlijk wel eens met jou, inderdaad. Ja, ja um, verder uh, moeten we nog even delen dat um, je dus deel kan uitmaken van het online panel. Het vet en dat gezellig dus door, uh, door Instagram vet gezellig te volgen, precies. En dan komt het gewoon uh, random in de stories terecht, ja. En dan kun je meestemmen ja. over de verschillende stellingen. Je mag ook wel eens een berichtje sturen, want dat doen mensen dus ook. Die gaan dan DM's, dus daar heb ik ook een mm. paar dingen van uitgelicht. Wat je net al ja, hoorde, ja. Um, dus ik vind het wel leuk als mensen ook, maar niet te veel alsjeblieft. Want uh, bij de laatste waren het echt uh, 50 of 60 die er ook nog echt? eens even een berichtje gingen sturen was een beetje pittig om dat allemaal door te lezen voor een dyslect. Dus een klein beetje. We kunnen ze niet beter inspreken dan voor je. Dat zou fijner zijn trouwens, serieus. Ja. Zet het een keer op je story. Misschien, dat is ook wel leuk. Dat is misschien wel een leuk idee om soms een keer een voice clipje te maken. Dat kunnen we wel doen, dat is wel leuk denk ik. Dat is wel cool. Dus mocht je dat interessant vinden en een keer een stelling zien en denken van daar wil ik toch op reageren, voice memootje kom je in de podcast. Nou, dat hoeft niet altijd. Dat is er een leuk plaatje voor maken denk ik. Ik krijg je straks uh, 100 voice memo's die je moet luisteren. <laughs> nee, uh, toch niet iedereen. Niet iedereen <laughs> weer nee, in de podcast. Dat is ook zeker, dat is ook zeker. Ben <laughs> je blij? Ja, denk het wel. Ja? Ik ook ja, komen we de volgende keer terug. Um, en dat zal over twee weken of misschien over drie weken zijn. Dat. Dus even, dan moet je even de socials in de gaten houden. We zijn nog heel erg aan het spelen ermee met uh, hoeveel en hoe vaker. Ook omdat het best wel intensief is om het voor te bereiden. En daarna ook nog eens op te nemen en dan ook nog eens te editen. Uh, we willen het ja, goed doen. Vooral met, het met een zei. gast dan. Want gast, met twee tweeën ja. lukt het nog wel aardig. Ja, ja. ja Dat denk ik dat dat ook wel vaker kan. Ja. Uh, in die zin. Uh, maar met een gast is wel veel voorbereidingswerk nodig. Maar we hebben al een aflevering opgenomen met Sofie Roosendaal. Over liefde. Ik denk een hele interessante. Ja, we zijn binnenkort dan weer terug. Houd dit in de gaten. Ga naar YouTube, Spotify en alles. Geef de ratings. Discussieer mee onder de video. Doe van alles. En dan, uh, ja, horen, we, horen jullie ons over een paar weken weer.